Hallo allemaal, Twice Gamer, welkom back bij een welkom terug, ook wel genoemd, bij een nieuwe aflevering van Stans Avalsplan. En eigenlijk is dit nog dezelfde aflevering, maar zoals ik al zei is dit deel 2 en de vorige deel 1. En ik zal uit de tank gaan stappen en we gaan kijken wat er gebeurt. Oh, was het een TAR 21? Dat leek er wel op, even kijken. Ja, nou, nee, dat is vast niet. Ah, nee, weer hetzelfde. Jammer. Precies, dat gaan we ook weer doen. En ik denk dat ik nu wel de missie ga afmaken. Ongeacht hoe lang het duurt. En ik denk dat we eerst ook dit ding gaan opblauwen. Opblowen. Opblazen. Als het kan. Kom op, waarom gaat hij niet kapot? Ah, nu wel. Verspeel gelijk mijn nieuwe tubes. Ah, dit is maar een kleine groep die ons aanvalt. Volgens mij zijn ze nu alweer weg. Dit is wel echt het slechtste wapen, secondary in ME3. Kijk eens, ik ga even de recoil laten zien jongens, kijk. Het is een groot magazijn, maar let op. Wow, het gaat helemaal omhoog. En dit valt nog mee, in de multiplayer lijkt het nog wel erger. Ik ga het wel even hier proberen. Ja, daar zagen jullie het al. Maar toch ga ik er wat mensen proberen mee te killen. Als het kan. Wow, dit zijn heel veel mensen, dus ik ga hier denk ik gewoon rustig doorheen pushen. En dat is ook een tactiek. En niet dood van door deze granaat is ook een tactiek. Maar dat gebeurt dus niet. Ze moeten eens aangeven op hoeveel meter die granaat is. Want ik word er kapot irritant. Oh, kijk. Heeft deze een grenade launcher? Oh nee, dat is de andere. Zoals ik al zei, ga ik hier rustig doorheen pushen. Beetje granaat. Alles. Oh nee, no escape. Wow. Die gaat even dood. Maar ik weet niet of ik het in deze commentary heb gezegd. Misschien zeg ik het dubbel op, aangezien ik al in de vorige commentary had gezegd dat ik die commentary opnieuw moest doen. Dus, en daar had ik het, als het goed is, ook gehad. Dat ik jullie nog even wil bedanken voor de leuke voor de leuke reacties die ik kreeg op de vorige video. Aangezien het best wel een lange video was, dus ik had verwacht dat jullie een beetje zouden wegzakken. Maar dat is dus gelukkig niet gebeurd. Ja, en ik ben dus ook benieuwd of jullie mij in Black Ops 2 missies terug willen zien op TGN Dutch. En ik denk dat ik nog gewoon... Nee, ik ga niet weer dood op granaat. Die dingen die kosten mij zo vaak het leven. En dat merken de echte fans van Stans Aanvalsplan natuurlijk ook wel. Maar wat het dus is dat... willen jullie mij ook Black Ops 2 missies zien doen? Of willen jullie mijn andere games zien spelen op TGN Dutch? Misschien wel gewoon normale commentaries. Wat ik wel zeker weet is dat ik ik ga alleen dat doen wat jullie willen nadat ik deze missie van ME3 heb afgerond. En zeg maar de missies. En ik weet niet hoeveel missies ik nog moet. Maar als ik elke week een missie doe, dan kan het misschien nog wel zijn. Dat denk ik haal ik nauwelijks niet. Maar er is een kans dat ik misschien, ik weet echt niet hoeveel missies er zijn, maar misschien moet ik dan nog wel doorgaan met ME3 missies als Black Ops 2 er is. En ik weet niet of ik daar nog zoveel zin in heb. Als ik daar nog wel zoveel zin in heb. Maar ik ga het gewoon proberen af te maken. Misschien kan ik regelen dat ik wat vaker Stans Aanvalsplan upload. Zodat ik het eerder afkrijg. Maar tot nu toe ziet het allemaal wel snor. En snor is echt het beste behaarde deel op je lichaam, vind ik. Dat laat mannelijkheid zien. Maar genoeg over snorren. Waar gaan we nu naartoe? Checkpoint reached. Oké. Interessant. Oeh, dat is een mooie kerktoren. Water! Hey. Ah. Misschien zit hier wel een intel in. Nee. Doe de 360. Yeah, kijk. Doe de 360. Ah. Jammer. Maar over Black Ops 2. Oh, kijk. Hots. Wat? Zo kan Bunny Hop. Of weet je die gast? Bugs Bunny. Die misschien was Frost wel in het vorige leven Bugs Bunny. Oké, follow. Go.
Trouwens jongens, dus over Black Ops 2, dat was ik even vergeten te vertellen. In Black Ops 2 campaign hebben ze onthuld dat als je bijvoorbeeld doodgaat in een missie, wat bij mij erg vaak gebeurt om de domste redenen, dan loopt de campaign helemaal anders. Echt helemaal anders. Zeg maar, ja, want dan gaat je, misschien gaat je poppetje dan wel naar een ziekenhuis, dat weet ik niet. Maar ja, het is gewoon, ja, en dan loopt het anders, misschien duurt het lang, misschien duurt het kort. En dat is dus heel erg leuk. Ik verheug me daar heel goed op. Hoewel ik nou niet een hele grote fan van de campaign ben, ik speel altijd eerst een multiplayer. Wauw, dat was, oh, die had ik echt moeten hebben. Dat was een dikke mooie multikill quest. Ik vind het trouwens jammer dat dit wapen niet in MW3 zit, de M21 EBR. Of misschien M14 EBR. Maar volgens mij is het in MW2 de M... nog wat, de M21 EBR. Maar dat weet ik niet zeker. Oh nee, kijk, dit vind ik altijd zo gierig. Als zij zo'n granaat gooien, dan kan ik gewoon niet weglopen. Die grenade indicator zat er nog geen 10 seconden. Maar ja, ik kan nu wel mijn mooie streak opnieuw proberen. Mijn feed. Sorry jongens. Maar ja, dit was ook wel een van mijn meest gehate wapens in MW2 om deze reden. Ik zal het wel even laten zien. Hij schiet belachelijk snel. Oké, en over, ja, verder over Black Ops 2, want ik, oh nee, had ik eigenlijk niet moeten doen. Heel slecht, maar, ja, en je hebt ook zogenaamde Strike Force missies, als ik het goed heb. En dat zijn een soort van, missies in missies, een soort van minigames. Dat was erg spannend, kijk, dit is allemaal goed. Oh, dat is een Amerikaanse truck, misschien zit hij hier. En, oh god, is hij dood? Oh, dat is het niet, dat is gewoon een agent. Oh, ik zag schaduwen. En Russisch. Oh, shit, daar gaat iemand in. Shit, er wordt iemand neergeschoten. Ik hoop niet dat de president... Oké. Waar is de president? Die moet ik alsjeblieft niet schieten. Oh, daar. Headshot. Zo. Die. Nee, shit. Hij sloeg me dood. Ik zag de ene over het hoofd. Oké, de man die de president wil executeren zit rechts. Die schiet ik al eerst neer. En dan moet ik niet de president doodschieten. Dus snel. Richten. Kijk, die schiet hem neer. Dan schiet... wil hij mij... Oh nee, shit, ik raakte hem, ik zag hem. Ik schoot de president dood. Nou, Stan, dat heb je weer verkloot. Maar, het is nog niet voorbij. Oké. Man die president neerschiet. Man die mij wil slaan. En de overige mannen, zo. Vol in de hoofd. Ja, en we hebben hem hoor. Oh, kijk, deze is dus al net neergeschoten. Dat schot hoorden we ook. En zijn we nu klaar? Ik denk het wel. Nou jongens, dit was weer deel 2 van de missie van Stans aanvalsplan. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten en dan zie ik jullie weer de volgende keer.